Namaste. Mijn naam is Chandra van Sattva Healing en ik voelde al een tijdje de inspiratie opkomen om een blog, een videoblog op te nemen. Nu is het zo dat ik door de verschillende werkzaamheden die ik doe en ook door mijn sociale interactie en verbindingen weinig tijd overhoud om tijd en aandacht te schenken aan de videoblogs, vandaar dat ze wat minder vaak opgenomen worden. Maar ik wil jullie zeker niet vergeten en ik probeer zoveel mogelijk tijd in te ruimen en over te houden, zodat ik ook regelmatig met onderwerpen kan komen. De afgelopen weken, maanden, zijn er toch wel intensieve veranderingen in onszelf gebeurd. Het heeft vooral te maken met de maaneclipse, er was een zonsverduistering. En eigenlijk heel veel planetaire toestanden en processen die er eigenlijk voor zorgen dat we gedwongen werden om te kijken naar onszelf en naar onze oude patronen. Dit is echt een fase waarin we de nieuwe mens neer mogen zetten. Welke oude patronen heb jij in jezelf herkend vanuit je kindertijd? Welke oude patronen voldoen niet meer? Dat zijn allemaal dingen die je achterwege hebt mogen laten. En als dat niet het geval is, dan zul je je daar, nou ja, in relaties en verbindingen met anderen en met jezelf er al spelenderwijs achter komen. Het doel van wij op zielniveau is het ervaren van het leven in de volledigheid. We maken allemaal dingen mee. Leuke, minder leuke dingen. We ontmoeten mensen. We nemen afscheid van mensen. We ontmoeten weer nieuwe mensen. Het is allemaal in beweging. De nieuwe fase betekent ook dat het een stuk drukker wordt voor veel zielen. Drukker in de zin van er wordt steeds meer van ons verlangd. Er wordt van ons gevraagd dat wij verantwoordelijkheid nemen voor heel veel dingen om ons heen. Niet alleen de verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor je eigen pad, maar ook het pad van anderen. De verantwoordelijkheid dragen voor jouw rol die jij hebt in de verbinding met de ander. Wees volledig aanwezig in elke ervaring. Door de volledige aanwezigheid in te zetten voor je eigen pad, met je eigen verantwoordelijkheden, je werkzaamheden, de dingen die je moet doen. Door dat neer te zetten en vast te houden, creëer je voor jezelf een stukje stabiliteit. Wat er ook in de beweging en in de verbinding gebeurt met anderen of werksituaties. Of, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die nu te maken krijgen met onzekerheden. Vaste contracten worden bijvoorbeeld niet zo snel meer gegeven. Dus ja, het betekent soms ook dat mensen bij een andere werkgever terecht zullen komen. Vast werk, een vaste partner, een vaste woon- en verblijfplaats. Het zorgt voor zekerheid of een bepaald zeker gevoel. Maar de echte, ware stabiliteit en zekerheid, dat zit nog altijd in jouzelf. Als jij je niet veilig voelt in jezelf, hoe kun jij je dan veilig voelen in de buitenwereld? Als jij je niet veilig voelt of jezelf niet vertrouwt, hoe kan jij een ander dan vertrouwen? Hoe kan jij liefde geven en liefde ontvangen op het moment als je bang bent om gekwetst te worden? Het zijn allemaal verschillende onderwerpen, maar toch overlappen ze elkaar. Leven vanuit de volledigheid in elke ervaring betekent dat je
Volledig met je aandacht, met je hart en met je ziel, dus met je gevoel. In je volledige staat van zijn. In het hier en nu bent op de plaats waar je moet zijn. Daar waar je volledig bent, daar zul je ook zien en voelen wat er met jou gebeurt, maar ook wat er met de omgeving gebeurt. Als jij bijvoorbeeld aan het fietsen bent, of je loopt op straat, of je bent in het verkeer, ben je dan volledig aan het lopen, aan het fietsen, aan het wandelen? Of is alleen je lijf die dat doet en ben je met je hoofd ergens anders? We zijn multidimensionale wezens. Op multidimensionaal niveau maken wij een heleboel dingen mee en krijgen we een heleboel prikkels binnen. Je fysieke lichaam kan op één plaats tegelijk zijn en tegelijkertijd, doordat je je gedachten bijvoorbeeld ergens anders hebt, mis je de volledigheid en de verbinding die je nodig hebt om vanuit de totaliteit ergens te zijn. Het hoofd is geneigd om allerlei gedachten en prikkels in zich op te nemen en een soort riedeltje af te draaien in het hoofd. En dat terwijl het hart in het lijf klopt en voelt welke verbinding er is. Het is goed om gedachten aan te sturen. En het is ook goed om impulsen te ontvangen en een bepaald plan te hebben. Maar op het moment, als je alleen maar vanuit systemen leeft. We hebben werkgevers waar we vanuit een bepaald systeem aan het werk zijn. We hebben schoolsystemen die ook op een bepaalde manier werken. We hebben familiesystemen die ook vanuit bepaalde structuren in elkaar zitten. Waar blijft de vrijheid van je volledige zijn? Kan jij jezelf volledig zijn? Durf jij jezelf volledig te zijn? Dat durven is een bepaalde schakel wat ik zie. Het is wat ik zie bij veel mensen is, ze zijn zo gewend om in een bepaald systeem te zitten en van daaruit te leven, dat de kwaliteit en de intensiteit waarmee ze hun leven ervaren en neerzetten, missen. Gewoon puur omdat het gebaseerd is op naar de normen en maatstaven leven van anderen. Van dat wat een instelling zegt, of dat wat een werkgever benoemt. Of een school, of een systeem, een familiesysteem. Wanneer durf jij jezelf echt te zijn? Wanneer accepteer jij jezelf volledig? Ik zie en spreek zoveel mensen die allemaal het verlangen voelen om geaccepteerd te worden zoals ze zelf zijn. En dat is ook een proces waar ik zelf heel lang mee te maken heb gehad en mee geworsteld heb. Maar wat nou als jij jezelf niet accepteert en jezelf niet waardeert? Jezelf onzichtbaar probeert te maken? Onbewust je gevoelens probeert te verstoppen of wegrent voor jezelf? Ben je dan nog volledig aanwezig in die ervaring waar ik het net over had? Durf je dan nog wel volledig jezelf te zijn, jezelf neer te zetten, jezelf te uiten? Onbewust vinden wij als mens een ander belangrijker dan onszelf. Waardoor we geneigd zijn
om onze eigen gevoelens, geluk en verlangens opzij te zetten voor een ander. Dat is het natuurlijke patroon wat ik zie. En als je je daar niet bewust van bent, dan heb je ook niet in de gaten hoeveel werk, energie en moeite het kost om dat patroon vast te houden. De resultaten zijn niet wie jij bent. Dat huis waarin je woont, het is een tijdelijk hutje, een tijdelijke ruimte waarin je mag zijn. Maar op het moment als het je tijd gekomen is, dan hoef je je huis niet mee te nemen. Je neemt je kleding niet mee. Je kan mensen van wie je houdt ook niet meenemen. Heb jij dan volledig geleefd als jij probeert te leven volgens de normen en waarden die een ander jou op heeft gelegd of op heeft geprobeerd te leggen? Heb jij je leven volledig geleefd als jij in je werksfeer of in je werksituatie of met de mensen met wie je omgaat, als je zoiets hebt van, nou weet je, ik moet er gewoon mee omgaan omdat ik daar afhankelijk van ben. Heb jij dan volledig geleefd? Is dat wat jou plezier en passie in jezelf geeft? Is dat waar jij gelukkig van bent? Waar je gelukkig van wordt? Wat maakt jouw hart zingen? Wat maakt jou gelukkig in je leven? En doe je dat? En als daar geen werk in te vinden is, en als daar geen hobby voor te vinden is, op welke manier uit je je passie? Op welke manier breng jij jezelf tot uitdrukking? En ben jij dan volledig aanwezig in elke ervaring? Geniet jij van het leven ten volste? Op een fantastische manier? Beleef jij het leven zoals jij wil leven? Of word jij geleefd? We zijn massaal deze oude structuren aan het loslaten. Ik wens jullie voor nu een hele fijne groei. Liken mag, reageren mag. Heel graag dat er een interactie op gang komt. Want ik vind het ook heerlijk om te zien en te horen en te lezen wat er bij jullie leeft. En mocht het zo zijn dat jullie nog andere onderwerpen ter sprake willen brengen en ik kan een blog opnemen, dan doe ik dat vanuit liefde en heel graag. Dus schroom niet om te reageren. En ik zou zeggen, een hele fijne groei. Voor nu, namaste.